Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, werkt aan het digitaliseren en giraliseren van haar reguliere subsidies. Minister Urakit Ramsaran zegt dat iedereen die geregistreerd staat voor een uitkering binnen de categorieën van mensen met een beperking, zwakke huishoudens, kinderbijslag en AOV voorzien moeten worden van een bankrekening. Hiervoor is er afgelopen vrijdag in een regeringsraadsvergadering goedkeuring voor gevraagd. Het digitaliseren heeft volgens de bewindsman meerdere voordelen. Bij deze kunnen ook helpen met een stukje opvoeding. Ja. Het is ook een stukje veiliger. Sowieso niet corruptiegevoelig is. En natuurlijk dat we ook de keuze aan de mensen dan teruggeven. En ik zal u uitleggen waarom ik zeg de keuze teruggeven. Mm-hmm. Als we kijken naar het geven van een bankrekening aan onze doelgroepen, kunnen we ervoor zorgen, en dan praat ik niet alleen over kustvlakte, maar zo ook in het binnenland, kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen op een duurzame manier dan worden verholpen als er acute noodsituaties zijn waarbij zij hulp dan nodig hebben. Het is makkelijker, efficiënter en betrouwbaar voor wat betreft het overmaken vanuit de banken richting de mensen hun bankrekening. Dat kunnen ze dan monitoren of het nou via mobile banking is of het via een van de pinautomaten is dat men gaat checken dat de storting gedaan is voor wat betreft hun reguliere uitkering. De minister geeft ook aan dat het digitaliseren vele deuren voor de doelgroepen van SOSAVO zal openen. Zo zullen mensen de mogelijkheid hebben om te sparen voor een duurzame toekomst of om een onderneming te starten. Wat wij ook stimuleren richting de jongeren is dat zij dan kunnen sparen voor een betere toekomst. Voor hun eigen schoolgeld, voor hun eigen woning, perceel of onderneming in de toekomst. Het is dan een heel andere wereld, een gedigitaliseerd wereld, waarbij als we dan kijken ook naar ondersteuning geven in acute situaties, zoals de COVID-situatie waarin wij ons momenteel verkeren, heeft SOSAVO dan gezamenlijk met de Vereniging van Bankiers en BINETS, internationaal bekend BINETS, daarna gekeken dat wij een debitsysteem dan creëren waarbij de mensen in een acute situatie, de huishoudens in een acute situatie, dat zij in plaats van bijvoorbeeld voedselpakketten of waardebonnen, dat zij bij deze dan een optopping krijgen. Een optopping op hun bankrekening. En dat zij zelf mogen kiezen hoe zij dat willen uitgeven. Dus dat is eigenlijk die vrijheid in keus wat we geven. En het efficiënter en sneller helpen van de mensen in zo'n noodsituatie. Aldus minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.